moet hem eigenlijk wel 3 uur hebben. Woe! Alles is erbij. Er wordt nog even kantje boord. Kut. Jalla, ik heb zien dan. Ik geloof geen reet van. Fucking hell. Ik word echt gek. What's good, KFM? Loortje leeft nog steeds. Goedemorgen, lieve schat. Goedemorgen, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. Je boy, what's good, Kelvin? We gaan weer beginnen met een nieuwe video. Geniet ervan. Hey, ik ga jullie heel even laten zien hoe het is om te leven met een kat die tantoeveel haar heeft. Kijk even dit. Jongens, dit meen je toch niet? Kan toch niet? Oh, nog meer. Chill. Nou, Kelvin, je moet niet zeggen, je hebt zelf voor gekozen dat je maar een nachtkat moet nemen. Ja, oké. Je hebt een punt. Hoe de fuck krijg je dit ding dan vast? Goed dat jullie er weer zijn, KelFam. Hopelijk hebben jullie zin om weer te genieten van een nieuw filmpje van je boy Calvin. Jazeker. Ik ben hier vandaag om te praten over een bepaald aantal dingen. Eén ding hoofdzakelijk, namelijk het YouTube Top 100 boek. Hé, wat is er nou? Het is YouTube 100. Het is niet Top 100, het is YouTube 100. YouTube 100! Ik loop even naar mijn narcistische tijdschriftenrek. En tussen die tijdschriften, het tijdschrift van de beste Nederlandse YouTubers. Ja. En ik kan er omheen draaien, maar dat ga ik niet doen. Ik ben verkozen tot nummer 1. Ja! That's right, motherfuckers. Ik heb dit boek nog niet opengemaakt. Dat wil ik graag samen met jullie doen. En ik wil eventjes analyseren, weet je wel, hoe de fuck dit boek dan is. Zo, snap je allemaal? Ja, snap je? Oké, top, fantastisch, dankjewel. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even iets anders laten zien. Iets wat ik nog niet in jullie heb laten zien, maar wat wel bijzonder is. Deze bitch. Ik zal even laten zien. What's in the box? What's in the fucking box? Een doos in een doos. You're a fucking liar! Shut up! Nee, als je dit omdraait, dan zul je zien dat hier... Oh my god! Nee, het kan... Nee! Nee, ik doe niet mee! What? Presented to Calvin for passing 1 million subscribers. Fuck ja, yeah, bitches. Ja, weet je, nu is het moment dat ik even heel emotioneel een bepaald praatje ga doen. Dus dat ga ik eventjes doen, komt ie. Nou, ik wil graag mama bedanken. Mama bedanken, Nia bedanken. Nog meer mensen bedanken. Dankjewel. Hij ziet er op camera gewoon mooier uit bijna dan in het echt. Kijk wat voor mooi glimmend gouden plakkaat. What the fuck? What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ik kan hiervan genieten. Deze ga ik een mooi plekje geven. Ik ga hem voor nu even hier neerzetten, zo. Is het wat? Is het wat? Ja, het is wat. Oeh. Nee, ik heb natuurlijk afgelopen jaar 1 miljoen abonnees gehaald. Dat is fantastisch. Daar ben ik super dankbaar voor. Dankjewel, KelFam. En dat is bekozen. Bekozen. Het is niet eens een woord. What the fuck, ah. Dat is verkozen. Dat is gebeurd omdat 1 miljoen van jullie, even besef, even 1 fucking miljoen, heeft op het abonneerknopje geklikt. Ik was een tijdje geleden in het stadion van Madrid om de legendarische wedstrijd Ajax Real te kijken, waarin we ze fucking own the motherfucker. Dit is mijn club, hier ligt mijn hart, mijn vreugde. En toen zei iemand waarmee ik was, die zei, Kelvin, moet je even beseffen, dit stadion keer 14, dat is gewoon jouw aantal abonnees. En toen dacht ik, holy fuck. Dat was een absurd besefmoment wat ik daar had. Dat vond ik echt super bijzonder, dus ik wil jullie nogmaals bedanken daarvoor. Maar in het leven gaat het soms ook om een bepaalde kwaliteit. Je kan 1 miljoen abonnees hebben, je kan de Feed Awards winnen. Een prijs die wordt gebaseerd op basis van wat het publiek vindt. Maar dan heb je soms ook prijzen die worden gebaseerd op wat een jury vindt. En die jury heeft bepaald dat ik nummer 1 YouTuber van Nederland ben. Of nee, toch niet? What the fuck gebeurt hier? Jawel. Als je bij zeg maar een traditioneel medium een interview doet en ze vragen, Calvin, had je het verwacht? Dan wordt op een of andere manier een beetje van jou verwacht dat je zegt, nee, oh nee, echt niet. Nee, het was zo bijzonder. Toen ik het hoorde, sprong een gat in de lucht. Mijn dag komt niet meer stuk. Ja, maar in alle eerlijkheid, als ik gewoon naar mezelf kijk, zou ik denken, nee, ik had het niet verwacht. En ik vond het wel cool. Nou, dat was het. Ik wil niet downplayen, want het is natuurlijk fantastisch dat ik nummer 1 ben. Maar ik doe dit niet om prijzen te winnen. Ik zit niet op YouTube, ik word niet elke ochtend om 6 uur wakker om content te maken, omdat ik zo graag een prijs wil winnen van allerbeste of allergrootste of allermeest fantastische guy ever ooit. Ik vind gewoon wat ik doe, vind ik het meest fantastische wat er is. Gewoon elke dag lekker kloten met die camera, lekker ouwe hoeren, lekker vette ideeën bedenken en dat gewoon gaan doen. Daar krijg ik gewoon energie van. En dit is een soort bevestiging dat ik dat doe en dat dat goed is en dat mensen dat op een of andere manier tof vinden. Dus ik vind het leuk, maar het is niet dat ik denk, nu kan ik weer een maand op vakantie. Nu is het gewoon, dit is waar ik al die tijd naartoe heb geleefd. Als we heel even naar de Instagram pagina van de YouTube 100... Oh ja, wat... Heel even. Ik plaats deze keiharde visual van het feit dat ik nummer 1 YouTuber van Nederland ben. Ik krijg gewoon
25.000 likes. What the fuck is dit nou weer, man? De foto daarvoor krijgt gewoon bijna 80.000 likes of zo. En zit deze foto krijgt 25. Zijn jullie niet blij voor me of zo? Kunnen jullie een keer blij voor me zijn? Ik doe altijd zo mijn beste shit en krijg ik dit ervoor terug, man. What the fuck, ouwe? Nee, oh, grapje. Kan me geen flikker schelen. Dan staan er nogal wat reacties onder deze post. Namelijk de post dat bekend werd gemaakt dat ik nummer 1 werd. En we zullen even kijken. Willem Berenschot. Waarop is dit gebaseerd? Otto.ik. Verdiend is het zeker. Lekker papi, dankjewel. Dankjewel Otto, je bent een legendarische mangel. Misschien hoort die in de top 10. Maar zeker niet. Wat is het met typen tegenwoordig, man? Mensen vinden het moeilijk om fatsoenlijk te typen. Calvin hoort op de 10e plek of zo. Oké. Calvin op nummer 1, dat was echt de laatste wat ik had verwacht. Sorry hoor, alsnog is. Wat? Kel wordt opeens overal voor genomineerd. Alles voor Viet plus muziek, terwijl hij niet eens een muziek-YouTuber is. Nee, nee, ik doe niet babykamer van de gamma. Goed, tot zover de reacties onder die post. Ja, weet je, het is gewoon... Ik kan niet altijd iedereen tevreden houden. Ik bedoel, ik doe gewoon lekker mijn ding. Het is zwaar om aan de top te staan, weet je wel. Het is gewoon echt moeilijk. Oh, hier staat het. Tada! We gaan even lezen wat erbij staat. De video's van Kelvin worden steeds beter, leuker en creatiever. Denk aan zijn roasts. Vergeleken met Femke is iedereen dik. Of aan series als Een Week Leven Als. Ik ben gewoon klaar. En van 1 naar 1000. En gekke werk. Dankjewel dat jullie ook even bij noemt. Zeg maar het meest epische wat ik ooit gemaakt heb. Kelvin hoort bij de YouTubers die zich al vele jaren bezig zijn. Maar toch blijft hij zichzelf vernieuwen. Dat is op zich wel een feitje misschien. Voor de mensen die het weten, ik ben in 2011 ongeveer begonnen met YouTube. Ik ben 8 jaar bezig elke dag wakker te worden en te denken, hey, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik aan het eind van de dag niet gewoon in de prullenbak beland van vergeten YouTubers? Ja, het is echt niet makkelijk. Maar goed, Kelvin is een harde werker die geen gemakzuchtige video's maakt. Kijk bijvoorbeeld naar deze video, waarin ik ga zitten en ga lezen uit een boek. Nu we het toch over video's hebben, ik moet fucking nodig schijten. Dus dat ga ik doen, verdomme. Zo, jezus, dat had ik even nodig. Waar waren we gebleven? Oh ja, Kelvin ontwikkelde zich van woonkamer-YouTuber tot seriemaker. En ook nog een klein beetje woonkamer-YouTuber. Dit jaar ga ik bepaalde programma's maken waar je u tegen zegt. Dat is echt, dat wordt echt fantastisch. Maar het is net alsof ze dit al weten. Gewoon dat ze dit van tevoren stiekem al wisten, wat ik allemaal van plan ben, wat ik in petto heb. Maar wat ik nog eigenlijk aan jullie moet laten zien. Maar een beetje geduld is een schone zaak. Ik spreek je over een jaar wel weer. Kijk, jongen, staat achterin, staat ook nog gewoon nog een keer. Ik heb gewoon, what the fuck, ouwe? De introductie staat hier als volgt. Laten we het even poëtisch maken, dames en heren. Als hij een auto zou zijn, dan is hij een verrader. Nou, ik denk eerder dat ik een Fiat Panda ben, maar oké. Okay. Een bloem, de roos. Nou, ik zie mezelf eerder als tak. En groente, natuurlijk, die dekselse paprika. Allemaal rood en allemaal van topniveau. Net als de nummer 1 uit deze lijst, Calvin. Meesterbrein Kelvin Boerma ontwikkelt... Jezus, het is echt moeilijk om niet arrogant te worden van dit boek. Meesterbrein Kelvin Boerma. What am I, fucking Einstein of zo? Ik wil nog even langs de scorelijst. Dus gewoon, ik ben op 1, maar wie staat op 2, 3, 4, bla bla bla. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jou even vragen om te abonneren op mijn kanaal. Dat zou legendarisch zijn. Join the Kelvin, it's good. Het is de meest gezellige, meest epische, meest grappige familie van heel Nederland. We gaan er weer tegenaan. Abonneer op mij. Ik klik niet op het belletje, dat hoeft niet van mij. Nummer 1, Kelvin. Nummer 2, Dylan Hagens. Terecht. Nummer 3, Enzo Knol. Terecht. Nummer 4, Gio. Nou is natuurlijk de vraag, Kelvin, als jij dit boek had gemaakt, hoe had jij het dan gedaan? Dan had ik Enzo op nummer 1 gezet. Mijn mening over Enzo is nogal verdeeld geweest over de afgelopen jaren. Oh, wat fijn. Wat heerlijk. Je gaat gewoon langs bij zieke kindjes. Het enige wat ik kan hopen is dat die ziektes dan besmettelijk zijn. Maar ik vind dat die man geniaal is. Eigenlijk. Mensen zeggen wel, ah joh, ben je nou Enzo Knol of zo? Die pakt toch alleen camera op, die filmt zichzelf elke dag. Dat kan toch niet moeilijk wezen? Ik ken die Enzo wel niet. Maar doe het maar eens, weet je wel. Doe het maar, pak maar elke dag die camera en probeer iets te filmen. Wat op een of andere manier dusdanig interessant is dat gewoon elke keer 400.000 mensen het kijken. 800.000, weet je wel. Ik vind het best wel geniaal. Daarnaast vind ik Dylan, zou ik dan op nummer 2 zetten. Stuk TV mag niet meedoen, dus die laten we even buiten beschouwing. Nikke Tutorials vind ik dan op 3. Supergaande op 4. Ik vind dat die jongens ook meer credit moeten krijgen. Monica vind ik ook belangrijk. Weet je, we zijn allemaal één, hè. We moeten elkaar niet als concurrenten zien, maar we zijn gewoon allemaal als YouTubers vormen we één front. We trappen tegen de traditionele media aan. We doen domme dingen online waar we later spijt van krijgen, maar het is wel geniaal. En als we straks 80 zijn, kijken we terug en denken we, wat een mooie tijden, jongen. Wat maakt het ook uit dat ik nu er naar mee stond. Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Nu ben ik 80.
heb ik Viagra nodig om mijn pik omhoog te krijgen, weet je wel. Gadverdamme zeg. Vroeger was alles beter. Goed, ik ben dit jaar verkozen tot nummer 1 YouTuber van Nederland. En wat je er ook van vindt of niet, ik ga ervan genieten, ja. Ik zie jullie snel. What's good, Kelfam?